Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre Schuswierderwijk op dit kanaal en hoe vanuit Studio Eelse. Studio Eelse. Uit Studio Eelse en vandaag... Kun je zeggen, zorgen sa. Vandaag moet voor ons verontschuldigen en vooral bij de deren, want we hebben vorige week gans derendag vergeten. Derendag vergeten. 4 oktober wordt derendag en gans vergeten. En ja, dat is dan jammer, want ja, verzin gek op deren heb je. We zijn gek op deren allebei. Hovenaan. Ogen en ganzen. Ja. Een stukje biefstuk. Nee, dat meen ik niet. Wat deren voor die doon? Kipfiletje. Pierre, wat deren voor die doon? Deren doen jou veel voor de mensen. Ja, wat doen die? Blinde geleidehonden. Blinde vinken. Die... Ik heb het zo geheten. Blinde vinken. Pierre, nee, hulphonden. Lui wat in een rolstoel zitten, die kennen een hulphond krijgen. En dat hulphond met breven uit de bus halen. Dat is niet zo. En Sjöp. Sjöp, die geven ons wold dat we het niet koud krijgen. En shawarma. Shawarma en kebab, twee Sjöp. Nee, Pierre, gewoon en ook... Kapsalonnetje met geen knoflook op. Jammy. En keu, die geven ons mes voor het land te bemesten. En voor, nou, schoon. Je mag daar maar eigenlijk wat tussen de kop en de staart zit. Heb ze veel meer aan. Wat zit tussen de kop en de staart? Vlees. Pierre. Vol vlees. Nee, keu, die geven ook melk. We kunnen er pudding van maken. En riest de pap en nummer op. Ja. Allemaal van oude kerst ook. Ja, ook oude kerst. En perden. Perden, die geven die perden met zijn perden. Zo'n vlees. Toch is ze lekker zoer vlees. Op perdenmes, Pierre, daar kunnen ze wel champignons op kweken. Dus er moest dat eens angst zijn wat deren ons allemaal geven. Ook aan de Nederlandse taal. Deren die geven ons een hoop spreekwoorden in de Nederlandse taal. Spreekwoorden? Jazeker, een hoop. Een ezel stwart zich nooit wekker in dezelfde steen. Nou, dat moest ik toch weten. Ja, weet ik, maar dat was niet slim wat er zit. Ja, daar komt een aboe te boe. Wat is dat met? Ja, dat is ook een spreekwoord. Er werd nooit wie een koe in een paashaak vindt. Dat is ook een, hè? Er werd nooit wie een koe in een haas vindt. Dat is het. Toch niet, hè? Wilt nee, dat weet ik gewoon niet, nee. En de koe bij de leures pakken, dat is wel een, hè? De koe bij de leures, dat is de koe bij de heures pakken, Pierre. Oh, niet de koe bij de leures. Nee. Het blaffen de hond ziet er niet. Hup, zo, maar dat is het blaffen zit. Ik heb nog nooit een hond uit blaffen in zijn geliegende kuddels. Blaffende hond. Altijd, het is de locht waar hij voor de duur, ik heb er niet meer blaffen. Blaffende hond bieten niet, is het, Pierre. Omdat ze een cheater zijn. Omdat ze een cheater zijn. Nee, mannen. Jonge. De beer nooit scheten voor het geschoren is. De beer nooit scheten voor het geschoren is. Dat is het spreekwoord. De beer moest niet scheten voor dat er... Niet verkopen voor dat er geschoten is. Zeg en gegeven paard moest in de bek schieten. Dat is ook een gesprek. En gegeven paard moest niet in de bek kieken. Dat betekent dat ze gaan... Oh, die zouden er geen inkieken dat ze erin gescheten hebben. Jongen. Mensen hebben een stand goed kunnen. Jongen, wat best tegen een taalkannibaal. Taalkannibaal. En een taalkannibaal, beste. En door, dames en heren, is ook de spreuk van deze op deze week. Mierenneukers, dat is ook een dier, hè? Mierenneukers is ook een dier. Nee. Nee. En een gepopte nul dan, hè? Een gepopte nul is ook... Ja, oké, gaan we weer. En door, dames en heren, is een ook de spreuk van vandaag op gebaseerd. Ja, kijk wie een gepopte nul, dat is wel een spreekwoord, Jos. Dat is een kloor, Pierre. Ja, gaan we weer. En door, dames en heren, is ook de spreuk van deze week op gebaseerd. Je is maar in de lach, en zie zwammer de spreekwoorden weer verkracht. Ja, dan heb je nu de mensen te lachen. Ik denk dat als dit geld serieus kalt, kan dat je meest maar lachen. Dit hoort weer tot de volgende keer. Kannibaal. Kannibaal, zeg.